Lars, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Hey. Dankjewel. Na een paar minuten was de buit eigenlijk al binnen, hè? Ja, zeker. Ik denk dat Galli die bal perfect volgeeft. En ja, ik trek hem slim aan zijn arm, waardoor ik voor hem kan komen. En ja, ik kop hem goed binnen. En ja, dat is een droomstart. We hebben het er wel over gehad. Van, we moeten gewoon voor een goal spelen. Ja, als die valt, dan moeten we een 4 maken. En ja, je zag het, daarna komt de 2-0 nog. We maken het onnodig moeilijk nog in de tweede helft. Maar ja, ik denk heel mooi resultaat. Ook de bekroning van een heel bijzonder seizoen. Ja, zeker weten. Als je ziet waar we vandaan komen en vorig seizoen zijn de jongens 1e laatste geëindigd. En dat je dan dit jaar 3e wordt is al heel knap. Dat je zo in de play-offs kan spelen. Ik denk dat je gewoon 4 keer de betere bent. En, ja, dat zegt ook wel wat over deze groep. Nu ga je echt sowieso naar de Eredivisie. Hè? Je werd al gelinkt aan heel veel clubs. Maar stel je zou blijven, dan zit je ook bij een Eredivisie-club. Ja, zeker. Dus ik ga het lekker afwachten allemaal. En ik heb expres geen contact gehad met mijn zaakwaarnemer. En ik denk dat ik hem van de week eens rustig ga bellen als ik een keertje niet dronken ben. Ja, want dat gaat wel gebeuren, denk ik zo, hè? Ja, we vertrekken vrijdag naar Mallorca en het zal een zware week worden voor Mallorca. En ik denk dat op Mallorca het ook niet rustig zal blijven. Ja, maar vanavond ook al, denk ik. Schat ik zo in. Ja, het is jammer dat het zondag is, maar we gaan wel ergens er een feestje van maken. Ja, top man. Dankjewel. Top.